De Centrale Bank van Suriname wil meer duidelijkheid krijgen over de toegang die burgers hebben tot de financiële sector. Daarom start de moederbank binnenkort een onderzoek dat zich zal richten op financiële inclusie en educatie. Volgens coördinator Nancy Hernanden zal dit onderzoek landelijk plaatsvinden. De Centrale Bank doet dit onderzoek omdat je wil nagaan wat de toegang is, het gebruik en de kwaliteit van formele financiële producten en diensten. En het is, dit onderzoek wordt voor het eerst gedaan. We hebben geen data ter beschikking. En als je geen data hebt, ga je moeilijk beleid erop kunnen loslaten. Vandaar dat je, als je meet, dan weet je ook wat je moet doen. Het onderzoek zal van juli tot en met september 2022 verricht worden. Als voorloper vindt er op 5 tot 19 mei een testonderzoek plaats in de districten Paramaribo, Brokopondo en Saramaca. Het is dan de bedoeling dat er data verzameld wordt over welke uitdagingen er zijn voor burgers om onder andere een rekening te openen bij de commerciële banken. Met die informatie zal er gericht beleid gemaakt worden, geeft Hernanden aan. Als je data hebt, weet je gericht, toch? Wat moet ik doen om de problemen op te lossen? Want je gaat niet gewoon zo beginnen. Je gaat uit het veld, uit het onderzoek, gaat naar voren komen wat er allemaal speelt. En dan ga je dan gerichter daarop kunnen werken. En voor de samenleving hebben ze nu de gelegenheid om aan te geven wat hun problemen zijn. Toch? Want als je altijd hoort, ja, het is moeilijk. Maar wat is moeilijk? Toch? Wat is er allemaal dat je het niet kan openen, dat je een rekening niet kan openen?